voor zijn vraag over de handel in privégegevens van miljoenen Nederlanders uit het coronasysteem van de GGD. De heer Heink, ik doe hem even ietsje hoger. Ja, gaat u. Dank, voorzitter. Ook vandaag en morgen en hopelijk de komende tijd maken tienduizenden, honderdduizenden mensen een afspraak bij de GGD. Bijvoorbeeld als zij een test willen laten doen of als zij zich laten vaccineren. Sinds gisteren weten we dat dat risico's met zich meebrengt. Sinds gisteren weten we dat op grote schaal de persoonsgegevens die mensen achterlaten bij de GGD door criminelen worden doorverkocht. En de SP-voorzitter vindt dat een hele heftige en ernstige zaak. Het ziet er ongeveer zo uit dat er berichten rondgaan op het internet. Koop je gegevens, koop die data. Er staat zelfs bij, wil je iets weten over een persoon? Wij kunnen ook zoeken op een specifieke persoon. Dus dat wil zeggen dat criminelen inmiddels in bezit zijn van de gegevens van vele miljoenen Nederlanders. En dat gaat dan om woonplaats, adres, mailadres, maar ook BSN-nummer, telefoonnummer. En met die data kun je hele nare dingen doen, voorzitter. Daar kun je crimineel gedrag mee laten zien, daar kun je mensen mee afpersen, daar kun je phishingmails mee versturen aan mensen, daar kun je de meest gruwelijke dingen mee doen, mensen mee in de vernieling helpen. Wij tillen daar heel zwaar aan en daarom, voorzitter, zou ik de minister willen vragen, wat gaat hij doen om de testbereidheid overeind te houden in ons land? Om ervoor te zorgen dat mensen nog steeds een test gaan laten doen in de wetenschap dat hun gegevens wel veilig zijn. Wat gaat hij doen om de gegevens van mensen nu veilig te stellen? Niet over een maand, niet over een half jaar, maar nu die gegevens veilig te stellen. Dan geef ik nu het woord aan de minister. Voorzitter, dank. Ik deel zeer met de heer Heijink dat het hier gaat over een hele ernstige zaak. En daarom allereerst hulde voor Daniel Verlaan, journalist van RTL, die afgelopen vrijdag melding maakte bij de GGD, zodat de GGD aangifte kon doen, zodat de politie onderzoek kon doen, zodat er inmiddels twee aanhoudingen zijn verricht die verband houden met deze zaak. Want het is een hele ernstige zaak. Als je een beroep doet op de GGD, dan moet je weten dat je gegevens veilig zijn en daarom moet de informatiebeheer bij de GGD gewoon aan de hoogste standaarden voldoen ten aanzien van de veiligheid. Zowel voor van buiten naar binnen kunnen komen in de GGD-systemen, maar ook voor het mogelijkerwijs verspreiden van binnen naar buiten. Nou, er werken heel erg veel mensen bij de GGD en daarom is het zo dat alle GGD'en uiteraard voor de mensen die ze aannemen zorgen dat ze hun opleiding genieten, zorgen dat ze in bezit zijn van de geldige VOG, zorgen dat ze geheimhoudingverklaringen ondertekenen. En de implicaties van de vertrouwelijkheid van het werk zijn ook continu onderwerp van training en gesprekken. En sinds de start van de pandemie controleert de GGD uiteraard continu op het gebruik van de systemen. In december hebben we samen met de GGD een risicoanalyse laten uitvoeren en zijn er maatregelen getroffen om de beveiliging te verhogen. En zo voldoet het systeem inmiddels aan de laatste norm voor informatiebeveiliging in de zorg, de NEN-norm 7510. En de mensen die werken bij de GGD hebben alleen toegang tot persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is. En bij verboden toegang volgt ontslag en als het nodig is aangifte bij de politie. Nou, na deze tip zijn er extra maatregelen getroffen om de pakkans te vergroten. Er worden nog meer controles uitgevoerd en die controles worden ook geautomatiseerd zodat ze vol continu kunnen worden uitgevoerd, zodat je daarmee de pakkans vergroot voor mensen die in de vorm van een samenzwering van plan zijn om die gegevens te verkopen aan partijen die daar verder kwaads mee in de zin hebben. Uiteraard hebben de GGD hulp aangeboden. Uiteraard ondersteunen we daar waar we kunnen. De GGD zet alles in het werk om de maatregelen die zijn getroffen vanaf december te versnellen. Zet alles in het werk om de maatregelen naar aanleiding van datgene wat er vrijdag gebeurd is nog verder te versnellen. En de GGD heeft ook aanleiding gezien om een externe partij te vragen om de controles op is het gat nou echt gedicht en is het nou echt niet verder mogelijk om de beveiliging verder op te voeren, om die externe partij daar ook een audit te vragen. En de uitkomsten daarvan uiteraard deel ik met de GGD. De heer Heink. Ja, voorzitter, ik hoor eigenlijk de minister op geen enkele manier een garantie uitspreken dat de gegevens die mensen nu achterlaten bij de GGD ook daadwerkelijk veilig zijn. Er komt een audit, er komt een onderzoek, er komen misschien aanvullende maatregelen. Ik hoor de minister niet zeggen, wij hebben dit probleem nu dusdanig goed in beeld dat we het ook kunnen oplossen. Dat hoor ik hem niet zeggen. En ik vind het schokkend, voorzitter. We hebben hier voor de zomer vorig jaar een brief gekregen van de minister. En in die brief schreef hij
aan Coron-IT, dat is het systeem wat dan gebruikt wordt, voldoet aan alle eisen van veilig gebruik van gegevens van burgers. We hebben in september een uitzending van Nieuwsuur gehad, waarin al werd blootgelegd dat honderden medewerkers van de GGD in alle bestanden konden meekijken. In alle bestanden van alle Nederlanders. Dat je gericht kon zoeken op specifieke personen om hun ook medische gegevens te kunnen achterhalen. Dus dit speelt al maanden. En het is dus niet het probleem, we gaan nu een audit doen. Nee, het probleem is, hoe heeft er ooit een systeem gebouwd kunnen worden waar honderden, duizenden mensen toegang hebben tot alle gegevens? Dat hoort in geen enkel ICT-systeem zo geregeld te zijn, dat zoveel mensen bij zoveel data kunnen. Dat is al een gevaar op zich. En ik wil van de minister weten, op welk moment heeft hij bij de GGD aan de bel getrokken en gezegd, ho, wat hier gebeurt, dat is niet goed. Waarom heeft hij dat in september bijvoorbeeld niet meteen al gedaan, toen Nieuwsuur dat zo naar buiten bracht? Dat was al het moment geweest voor deze minister om te zeggen, dit kunnen wij niet accepteren, hier grijpen wij op in. De minister. De GGD heeft uiteraard alles gedaan wat nodig is en wat mogelijk is om de systemen verder te beveiligen. Aan de aanleiding van de audit en de onderzoeken die zijn gedaan aan het einde van het jaar, vorig jaar, zijn beveiligingsmaatregelen verder getroffen. En ik hecht eraan een aantal dingen te onderstrepen. Kijk, één is dat ik het zeer eens ben met de heer Heijing, dat alles moet worden gedaan om die systemen zo veilig mogelijk te doen, omdat vertrouwen in hoe de GGD met gegevens omgaat, dat helpt bij de testbereidheid. Dus daarover geen misverstand. Maar dan heel precies over wat hier nu is gebeurd. Het gaat hier over mensen waarschijnlijk die doelbewust een criminele daad hebben gepleegd. Dus doelbewust gegevens hebben gekopieerd die in het systeem aanwezig zijn en daarmee handel hebben gedreven. Dat is wat hier aan de orde is. Dus het gaat niet zozeer over een systeembeveiliging as such, als wel om gedragingen die hebben geleid tot gewoon iets wat je zou kunnen noemen gewoon een criminele daad, dus een misdrijf is. Dan twee, Coron-IT voldoet wel degelijk natuurlijk aan de laatste standaarden als het gaat over de informatiebeveiliging. En als het gaat over die systemen is het wel degelijk zo dat je met name die gegevens in kunt zien die je ook nodig hebt voor je werk. Als je een afspraak moet maken voor een test, want daar gaat Coron-IT namelijk over, ja, moet je namen en adresgegevens moet je hebben. Als je een uitslag moet doorbellen, moet je de uitslag kunnen inzien, want anders kun je de uitslag niet doorbellen. Als je een afspraak moet maken over vaccins, moet je nou juist met overmedische gegevens kunnen praten. Namelijk moet je weten wat de contra-indicaties zijn en of iemands medische toestand in combinatie met die contra-indicaties betekent dat je de afspraak voor vaccinatie nu niet moet maken. Kortom, sommige gegevens heb je nou juist nodig als medewerker bij de GGD. Nou, en dan kan het dus niet anders dat je het wel zo inregelt dat die medewerkers ook bij die gegevens kunnen. Maar alleen bij die gegevens die ze ook nodig hebben voor hun werk, dat ben ik zeer eens. En daarnaast in alle vertrouwelijkheid die je gewoon mag verwachten van mensen die met persoonsgegevens omgaan. Nou, daarvoor wordt dus aan de voorkant gescreend door een VOG. Daar wordt in de opleiding aandacht aan besteed. Mensen worden eruit gegooid op het moment dat blijkt dat ze niet conform de vertrouwelijkheid hebben gedragen. Mensen moeten een verklaring, een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. En de pakkans op misbruik van gegevens, die wordt verhoogd door die periodieke controles zo hoog mogelijk te laten zijn en eigenlijk ook volautomatisch te laten draaien. Kortom, alles wordt gedaan om te zorgen dat het zo veilig mogelijk is. Maar uiteindelijk is tegen dit type misdaad natuurlijk ook gewoon geen kruid gewassen. De heer Heij. Ja, voorzitter, dat is nou toch ontzettend jammer dat de minister zo afsluit. Want geen kruid tegen gewassen. Een overheid zou er alles aan moeten doen om dit soort misdaden natuurlijk te voorkomen. Die moet zijn systemen dusdanig inregelen en beveiligen dat niet één iemand die kwaadwillend is de hele computer kan leegtrekken en alle data naar zich toe kan trekken, op marktplaats kan zetten en zijn zakken kan vullen. Dat hoort een goede overheid natuurlijk te voorkomen. En er zullen altijd mensen zijn die misbruik maken van de data die in een systeem beschikbaar is. Er zullen altijd mensen zijn die op zoek gaan naar waar je crimineel gedrag kunt laten zien. En het is juist aan de overheid, en dat kun je dus wel degelijk voorkomen, als je op tijd had gezorgd dat de privacy in dat systeem op orde was geweest. En dat niet tienduizenden mensen bij de GGD inzage hebben in honderdduizenden dossiers van mensen. Dat had natuurlijk voorkomen moeten worden. En erkent de minister dat dan ook? En hij zegt nu, we doen audits en de pakkans wordt verhoogd. En de enige reden dat wij hier nu staan is omdat een journalist van RTL, Daniel Verlaan, slim genoeg is geweest om te achterhalen dat deze data dus al wijdverspreid op internet verkocht wordt. Dat is de enige reden dat wij hier staan. Niet omdat deze minister en deze overheid de systemen zo goed op orde hebben. De minister. Hulde voor Daniel Verlaan en zeker ook voor de melding die hij heeft gemaakt, waardoor inderdaad de GGD aangifte kon doen, waardoor
Inmiddels een aantal mensen zijn aangehouden die hierbij betrokken zijn geweest. Strafrechtelijk onderzoek loopt, dus ik denk dat dat sowieso goed is. En daarnaast is het natuurlijk nodig om alles te doen wat mogelijk is, om een systeem te beveiligen. En ik heb dat, zoals ik me zojuist uitdruk, misschien ongelukkig uitgedrukt. Wat ik bedoel te zeggen is dat uiteindelijk, als er echt sprake is van doelbewust de regels overtreden, doelbewust alle beveiligingsmogelijkheden omzeilen voor persoonlijk gewin, voor financieel gewin, is dat gewoon een misdrijf. En dat valt niet mee om daartegen alles te beveiligen. Maar alles wat je redelijkerwijs kunt doen om systemen te beveiligen, om mensen goed te toetsen, goed te screenen aan de voorkant en continu ook te screenen in het werk, door autorisaties zo in te richten dat je alleen bij die gegevens kunt waar je ook mee te maken hebt in je werk. Ik denk dat je op dat punt alles moet doen wat er mogelijk is. Daar zijn maatregelen voor getroffen en ook een extern onderzoek moet helpen om het lek echt te dichten, als er een lek nog is. En daarover uiteraard zitten we continu met GGD om tafel om te kijken wat daar anders en beter kan. Ja, dan heb ik hier eigenlijk mevrouw Agema Veldman, Buitenweg van S, Van den Berg, Bergkamp. Oh, die heb ik. Ja, en de heer Van Otterlo en een aanvullende, mevrouw Kuiken zie ik. Voor een aanvullende vraag hebben we afgesproken een half minuut, dus ik hoop dat iedereen zich daar aan houdt. Anders moet ik jullie midden in jullie zin afbreken en dat is ook niet altijd fijn. Dan ga ik eerst naar mevrouw Agema namens de PVV. Ja, voorzitter, het is stuitend dat de minister hier zegt dat hij er eigenlijk niks aan kan doen, dat wanneer een crimineel inbreekt op dit systeem, dat gegevens dan gestolen kunnen worden. Het is stuitend, deze minister is verantwoordelijk voor dit systeem. En als het gaat om het verhogen van de pakkans, dan is het gewoon een slap verhaal. De minister moet hier eens uitleggen waarom hij voor het afnemen van een test mensen hun adresgegevens nodig heeft. De minister. Nou, voorzitter, persoonsgegevens zijn natuurlijk nodig, ook om de uitslag te kunnen communiceren. Zijn nodig omdat je als persoon ook moet willen inloggen. Dus je wilt nou juist persoonsgegevens om te voorkomen dat vervolgens een testuitslag bij de verkeerde terechtkomt. Mevrouw Agema. Maar de GGD komt nog niet bij de mensen thuis de test afnemen. Je moet toch naar de teststraat toe? Waarom vraagt de minister informatie, privéinformatie, adresgegevens, dit soort gevoelige gegevens van mensen, terwijl de GGD helemaal niet bij je thuis een test af komt nemen? Het is overbodige informatie van een overheid die te gewillig is op het opeten van informatie van mensen, waar nu mensen het slachtoffer gaan worden van identiteitsfraude door deze minister-voorzitter die verantwoordelijk is voor een systeem wat door en door lek is, waar criminelen hun gang kunnen gaan en waar daarbij de minister geen beter verhaal heeft dat hij die pakkans wil verhogen, voorzitter. Hij moet nu overgaan op een systeem die uitsluitend het hoognodige van mensen vraagt. En niet de hele jamboel, niet de medische gegevens, niet hun adresgegevens en alle gegevens waar de GGD niets mee te maken heeft voor het afnemen van een test. De minister. Ik geloof niet dat deze weergave van de werkelijkheid klopt, voorzitter. Het is zo dat er wel degelijk hoge eisen worden gesteld aan de systeembeveiliging waarmee wordt gewerkt. Dat heb ik zojuist ook toegelicht. Om risico's te dichten is er een risicoanalyse uitgevoerd. En naar aanleiding daarvan zijn verbetermaatregelen getroffen die versneld worden geïmplementeerd naar aanleiding van datgene wat zich heeft voorgedaan. Daarnaast wordt het ook extern geaudit of daarmee het gat daadwerkelijk gedicht is, want dat willen we natuurlijk. Dat is één. En twee is, daar waar het gaat over gebruik van persoonsgegevens, is dat juist bedoeld om te voorkomen dat je vervolgens een testuitslag doorbelt naar degene die helemaal de test niet heeft afgenomen. Dus je hebt nou juist DigiD, NAW-gegevens nodig, BSN-gegevens nodig, om te zorgen dat je weet met wie je te maken hebt. Dat is volmaakt logisch. Dat gebeurt trouwens ook echt overal in de zorg en overal in het contact tussen overheid en burger. En dat is nou juist om te zorgen dat je medische gegevens koppelt aan de juiste persoon en daarmee niet de vergissing inraakt. De heer Veldman, namens de VVD. Voorzitter, dit lek lijkt toch wel iets ernstiger dan dat de minister nu als antwoord geeft. Want het gaat niet om een enkele medewerker die wat heeft lopen grasduimen in systemen. Het gaat om grootschalige handel van allerlei persoonsgegevens. Van allerlei mensen die zich hebben laten testen. Mijn vraag is, rondom het vaccineren werken we niet alleen met de GGD, maar ook met de huisartsen, ook met de ziekenhuizen. De minister heeft steeds gezegd, de vertraagde start van het vaccineren in Nederland, als laatste in Europa, komt ook door de ICT-systemen, want we moeten het zorgvuldig doen. We moeten die systemen op orde hebben. Kan de minister garanderen dat de systemen die nu gebruikt worden voor het vaccineren, dat die op orde zijn? Dat we niet tegen eenzelfde soort fraude aanlopen? Dat we niet tegen eenzelfde soort grootschalige illegale uitwisseling van gegevens aanlopen? De minister.
Twee dingen uit elkaar. Ik denk dat hier zeker sprake is. Dat ben ik zeer eens met de heer Veldman. Gewoon van handel, gewoon van fraude, van handel in wederrechtelijk verkregen informatie. Absoluut. Dat is gewoon een criminele daad waartegen gewoon aangifte is gedaan. Strafrechtelijk onderzoek loopt, mensen zijn aangehouden, et cetera. Dat is één. Twee is, die systemen die moeten zo goed mogelijk beveiligd kunnen worden om de kans daarop zo klein mogelijk te maken. En daarom alle maatregelen om de pakkans te vergroten en sowieso aan de voorkant te zorgen dat je zorgen dat mensen die kwaad in de zin hebben niet binnen kunnen komen. Wat zeker speelt is dat je dezelfde hoge eisen moet verbinden uiteraard aan alle systemen die worden gebruikt. Nou weet u dat we verschillende uitvoerders hebben van de vaccinatie, onder andere ook de GGD. Alle uitvoerders gebruiken hun eigen systemen met ook de beveiliging die daarbij past. Dus dat geldt voor de huisartsen, dat geldt voor alle andere prikkende partijen, geldt dat ook. Dus de EPD'en bijvoorbeeld bij de verpleeghuizen, de huisartsen gebruiken hun eigen hissen. En de GGD gebruikt uiteraard het systeem van de GGD. En daarvoor is uiteraard afgebakend dat alleen die mensen die ook iets moeten met vaccinatie, dat die alleen in het vaccinatiedeel kunnen kijken van de systemen. Dus de mensen die testafspraken maken bijvoorbeeld, die kunnen niet kijken in het vaccinatiedeel. En de mensen die alleen met vaccinatie bezig zijn, wel. Dus dat heeft gewoon te maken met autorisatie. De heer Veldman, tweede. Ja, voorzitter, dat klinkt mooi en het klinkt eenvoudig, maar de werkelijkheid is meestal anders. En hier hebben we bij het vaccineren ook nog te maken met het feit dat de systemen in elkaar geïntegreerd moeten worden. Dat was althans de uitleg van de minister over de vertraagde start. Het was niet alleen het systeem van de GGD, ook de huisartsen hadden een systeem, ziekenhuizen hebben een systeem en het moest naar één systeem geïntegreerd worden. Nou wil er nog wel eens iets misgaan als systemen met elkaar moeten samenwerken of moeten integreren. Welke garanties geeft deze minister op dat dit niet fout gaat? De minister. Er is hier geen kwestie van het integreren van systemen. Wat nodig was toen, maar dan spreken we over de periode in december, was dat dat de aanpassing van het systeem van de GGD, van Corona-IT, nog moest worden afgerond. Daar was sprake van toen. En overigens is er natuurlijk een koppeling met het centraal registratiesysteem van het RIVM. Maar hier speelt geen kwestie van integratie van systemen. Hier speelt wel dat voor Corona-IT überhaupt, als een van de systemen die door de GGD wordt gebruikt, geldt dat het aan de hoogste standaarden moet voldoen. Dat we dus al die maatregelen die op basis van de audit in december in gang zijn gezet, versneld uitvoeren. Dat is wat de GGD heeft laten weten. En de GGD vraagt daarnaast externe onderzoek om ook te toetsen, zijn de gaten daarmee nu echt gedicht. En dat geldt dus voor het systeem Corona-IT, waar zowel vaccinatie op draait als ook het testen. Mevrouw Buitenweg en dan mevrouw Van Es. Ja? Namens GroenLinks. Ja, dank u wel. Nou, de minister heeft het veel over dat de systemen veilig moeten zijn en de minister gecontroleerd moeten worden. Maar wat volgens mij hier het belangrijkste is, is privacy by design. En de minister kent dat goed, want dat hebben we bij de corona-app hebben we het daar ook veelvuldig over gehad. En ik denk dat, en daar had mevrouw Agema natuurlijk wel een punt, van hoe zit het systeem nou in elkaar? En is het echt dat alleen die gegevens gevraagd worden die ook noodzakelijk zijn? Wat voor een eisen zijn er dan ook gesteld aan privacy en design aan de GGD? En volgt de GGD al die eisen ook op? En hoeveel mensen hebben dan als gevolg daarvan binnen de GGD ook echt toegang tot die gegevens? Hoeveel mensen, gewoon hoeveel personen hebben potentieel toegang tot mijn gegevens als ik zo meteen naar de teststraat loop? Ja, ik ben het zeer met u eens, mevrouw Buitenweg, eens. Dat is inderdaad zoals het moet. Dus het design moet zo zijn dat alleen die gegevens worden opgevraagd die ook daadwerkelijk noodzakelijk zijn. Nou, dat speelt daar waar mevrouw Agema zegt waarom eigenlijk het hele BSN. Nou, omdat het hier gaat over een medisch dossier en dan is BSN verplicht. Je moet weten dat een medisch dossier gekoppeld is aan die persoon die je ook daadwerkelijk voor je neus hebt staan. Dat moet je kunnen toetsen. Dus dat is van belang. Voor het overige geldt natuurlijk inderdaad dat je moet willen dat alleen die personen toegang hebben tot dat deel van het systeem, wat ook daadwerkelijk belangrijk is voor het werk wat je doet. Even naar de GGD vertaald, iemand die testafspraken maakt, hoeft niet je vaccinatiedossier in te zien. Dat is niet nodig. En dat moet dus inderdaad gescheiden worden van elkaar. En dat is ook met een functiescheiding is dat gescheiden. En wat in de systemen bij de GGD dus gebeurt, is dat alle checks en balances de komende tijd opnieuw tegen het licht worden gehouden om te kijken, voldoet u daadwerkelijk aan de hoogste standaarden?
mevrouw Buitenweg. Tweede vraag, ja. Weet ik, mevrouw. Ten eerste was het iets anders wat mevrouw Agema zei, maar ik laat haar haar eigen zaken. Dat ging over het adres, wat ook niet noodzakelijk zou zijn. Maar kijk, de vraag voor mij is nog een andere. Want de minister zegt, ja, eigenlijk zouden alleen die mensen toegang moeten hebben tot de gegevens die daar ook echt, voor wie dat nodig is. Ja, dat is een algemeenheid, daar ben ik het helemaal mee eens. De vraag is, wat zijn nou, zijn er echt hele duidelijke eisen gesteld aan wie dan inderdaad toegang te moeten hebben? En ik stelde ook een concrete vraag. Als ik nu zo meteen naar de teststraat loop, hoeveel mensen van de GGD hebben dan in de komende maanden potentieel toegang tot mijn gegevens? Want daar gaat het natuurlijk over. Niet of het nou in zijn algemeenheid wat het principe is van privacy by design, dat weten we allebei. Maar hoe heeft de minister dat nou handen en voeten gegeven? En waar leidt dat toe? Ja. Hoeveel mensen hebben dan dus toegang tot mijn gegevens? Ja, concrete vraag. Ja, de GGD heeft voor dat deel wat gaat over de testafspraken, die mensen gemachtigd die die testafspraken ook moeten maken. Dat deel van de mensen dat bron- en contactonderzoek doet, is weer een ander systeem overigens. Heeft toegang tot het systeem om het bron- en contactonderzoek te ondersteunen. En die mensen die betrokken zijn bij vaccinatie, hebben toegang tot het systeem over vaccinatie. Zo hoort het geregeld te zijn. Met die functiescheiding is het ingeregeld bij de GGD. Mevrouw. Ja, maar ik heb geen antwoord. Ik heb twee keer dezelfde vraag. Maar, gaat het over honderden mensen, duizenden mensen, tien mensen? Het aantal bron- en contactonderzoekers, dat zijn 8000 FTE's. Dus ja, dat zijn er nogal wat. Dus, Dus 8000 mensen hebben toegang. Als het gaat over de bron- en contactonderzoek wel. En de testafspraken, dat zijn een paar duizend via een callcenter. Ja. Zo werkt het, jongens. Mevrouw Van Essen. En als ik u de gelegenheid geef, mevrouw Buitenweg, moet ik iedereen de gelegenheid geven om een derde aanvullende vraag te stellen. En dat is niet de bedoeling, vandaar. Ik snap het, mevrouw. Van die 8000 toch wel heftig om te horen. Dus ik toch fijn om dat nog te hebben. Ik wil nog een ander systeem waarin volgens mij precies dezelfde cruciale privacy issues zou kunnen ontstaan. Is dat opt-in systeem. 8 miljoen medische dossiers zijn op dit moment opengesteld. Nog steeds opengesteld, ondanks dat we daar al herhaaldelijk naar hebben gevraagd. Wanneer dat nou weer gaat sluiten. En ook hier kunnen onbevoegd mensen toegang hebben tot die medische dossiers van mensen. En ik vind het een zeer zorgwekkende zaak. En precies hier kan hetzelfde gebeuren als we nu hebben gezien met dit coronasysteem. Dus ik vraag me echt af, wanneer zetten we nou alsjeblieft dat opt-in systeem uit? En ik vraag, zet er alsjeblieft bij, want het is echt, dit is een heel groot risico. En hetzelfde risico als we hier zien. En ik vraag me echt af waarom we dat nog steeds openstellen. Ja. Dat kan echt niet. De minister. Ik denk dat mevrouw Van Essen hier bedoelt het opt-in systeem voor de gegevensdeling tussen huisartsen. En dat is bedoeld om enorme wachtlijsten te voorkomen. Ik denk dat u dat bedoelt. Nou, misschien kunt u dat even kort toelichten. Het opt-in systeem voor medische gegevens. Normaal moet je daar toestemming voor geven om überhaupt je gegevens te kunnen delen. Op dit moment is dat gewoon voor 8 miljoen Nederlanders opengesteld. Dus die medische gegevens kunnen inderdaad worden gedeeld. En in eerste instantie, in het begin van de coronacrisis, kon daar nog enigszins logica aan zitten. Maar dat kan echt niet meer, want we zien hoe groot risico daar aan verbonden zit. Precies hetzelfde risico als we hier nu ook zien. De minister. Ja, volgens mij, voorzitter, dit is echt een hele andere zaak. Maar ik ga mevrouw Van Essen toezeggen dat ik hier schriftelijk op terugkom. Het is echt een hele andere zaak. Ik ben er op dit moment niet op de laatste stand van zaken voorbereid. Maar het gaat over het kunnen delen van medische gegevens om een enorme opstopping in de keten te voorkomen. Dat is waar het hier om gaat. En ik zal u toezeggen dat ik u de laatste stand van zaken op dat punt laat weten. Ja, tweede aanvullende vraag. Ja, het gaat hier om dezelfde methode. Dan wil ik toch nog een tweede vraag stellen. Het gaat nog steeds over die exportfunctie, zoals hem noemt. Hij is nu stilletjes een beetje weggemoffeld uit het systeem. Maar volgens mij was dat echt een van de. En dan moet je toch rotschrikken als zo'n exportfunctie erin zit, waarin je miljoenen dossiers zo hup met één druk op de knop kan downloaden. En ik ben dus ook benieuwd of de minister dan nu een team van bijvoorbeeld ethische hackers gaat inzetten om al die systemen, al die medische systemen die we in Nederland hebben, op zijn minst op zo'n exportfunctie te gaan laten controleren. Want het kan toch niet zo zijn dat dit soort functies in medische systemen in Nederland zitten waar we als overheid verantwoordelijk voor zijn. De minister. Iedere instelling is verantwoordelijk voor zijn eigen omgang met data. En is ook verplicht als er sprake is van een datalek dit te melden bij de autoriteit persoonsgegevens op grond van de AVG. En dat gebeurt ook daar waar het gaat over systemen die onvoldoende veilig zijn, worden inderdaad pentesten gedaan. Maar er zijn natuurlijk duizenden instellingen met duizenden systemen
Dus dat is niet een actie die je vanuit het departement kunt ondernemen. Wat we wel vanuit het departement doen, is tal van acties om te zorgen dat we helpen en ondersteunen in informatiebeveiliging, informatieveiligheid. Soms door gewoon regels, namelijk gewoon wet en regelgeving. Soms door geld, namelijk gewoon financiële ondersteuning om dingen mogelijk te maken. En heel vaak ook door gewoon praktische ondersteuning. Dat we inderdaad partijen helpen, instellingen helpen om goed om te gaan met hun dataveiligheid. En daar hoort bij, dat deel ik zeer met mevrouw Van Es, ook pentesten, ook testen om te kijken of je van buiten binnen kunt komen in systemen, zeker. Dan heb ik mevrouw Van den Berg en dan mevrouw Bergkamp. Mevrouw Van den Berg, namens het CDA. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ook de gegevens van militairen die uitgezonden worden, zitten bij de gelekte gegevens. Extra ernstig voor het CDA, want deze militairen zijn nog een keer extra kwetsbaar ook omdat ze in het buitenland zitten. Maar voorzitter, ik zie een patroon. We hebben hier nu voor de vierde keer, staan we hier binnen een jaar. Vorig jaar maart hadden we een lek bij het RIVM. We hadden in juni spraken we over twee schijven die waren vertrokken bij het donorregister in de kluis. In september hadden we hier het gesprek over wie er allemaal toe heeft tot gegevens en nu dit weer. Dus wat gaat de minister structureel doen om dit op te pakken? Ook al omdat er in het jaarverslag de Algemene Rekenkamer aangaf dat dit een onvolkomenheid is, sowieso het ICT-beleid. De minister. Nou, volgens mij zijn de voorbeelden zoals u die noemt, en ik zou er nog een paar meer kunnen noemen hoor, maar zijn de voorbeelden die u noemt, zijn voorbeelden van onveilige omgang met informatie. Überhaupt. Hè, dus dat. U ziet een patroon. Ja, het patroon is dat informatiebeveiliging de hoogste prioriteit moet hebben. Alle aandacht vraagt om te zorgen dat het daadwerkelijk veilig is. En daar waar het misgaat, dat alle actie wordt ondernomen om te zorgen dat de gaten worden gedicht en dat het lek wordt dichtgestopt. Nou, en dat is ook precies wat gebeurt. Daarnaast, in structurele zin, wordt er natuurlijk zowel via wet en regelgeving, zowel via ondersteuning, zowel via financiële ondersteuning, van alles gedaan om te zorgen dat juist de informatiebeveiliging op orde komt. En in al deze gevallen is heel intensief actie ondernomen om de informatiebeveiliging te verbeteren. Ja, en mevrouw Bergkamp namens D66. Ja, dank u wel, voorzitter. Het is een blamage en het is de volgende blamage. Mijn collega van het CDA gaf het net aan. Het lijkt net alsof de minister ook de schuld geeft aan de criminelen. Hoewel, als je kijkt naar wat er gebeurd is natuurlijk het falen van het systeem. Mensen hebben toegang tot gegevens die ze niet direct nodig hebben. Maar mijn vraag is aan de minister, als we nou kijken naar mensen die slachtoffer zijn geworden van deze datahandel, ik maak me er zorgen over de veiligheid. Hoe worden deze mensen dan hierover geïnformeerd dat hun gegevens zijn gestolen, zijn doorverkocht? Geef maar de situatie aan. Stel je voor, je wordt gestolkt. Nou, ik kan me voorstellen dat je je niet veilig voelt. De minister. Ja, toch eerst even een reactie, mevrouw de voorzitter, op mevrouw Bergkamp. Ja, voor diefstal geef ik inderdaad de schuld aan de mensen die verantwoordelijk zijn voor die diefstal. En dat zijn toch echt de mensen die een screenshot hebben zitten maken en dat screenshot hebben verkocht. Dat is namelijk gewoon een wederrechtelijke manier om informatie te verkrijgen, om er vervolgens persoonlijk gewin uit te halen. Dat is gewoon een criminele daad. Dus ja, daar is aangifte van gedaan. Rechtvaardig een strafrechtelijk onderzoek. Zijn mensen aangehouden? Inderdaad. Dus van diefstal ben ik geneigd om inderdaad de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn, namelijk de dieven, verantwoordelijk te houden. Dat lijkt me dat we dat inderdaad moeten doen. Twee is dat ik me met mevrouw Bergkamp grote zorgen maak inderdaad over mensen wiens gegevens op straat zijn komen te liggen. Hoe dat precies de omvang daarvan is en voor wie dat geldt, dat is op dit moment niet te zeggen. Dat is onderdeel van het onderzoek bij zowel door de politie als ook het forensische deel van het onderzoek dat de GGD zelf in eigen huis uitvoert. En dat komt natuurlijk ook bij elkaar, dus het strafrechtelijk deel en het forensisch deel wat de GGD zelf uitvoert.